Ga nu in het rijden. Oké, okay, rustig, rustig, ja. Gaat goed? Yes, nieuw video van de Gierige Gasten. Dit is Martijn, ik ben Niels. Wat gaan we doen, Martijn? Kijk jij voor Donald Duck? Nee, nooit gekend, nooit gekeken. Nou ja, had altijd drie neefjes, Kwik, Kwik en Kwak. Die gingen soms met z'n drieën in één jas om als één persoon naar binnen te komen. Oh ja. Ik dacht, briljant, dat kunnen wij ook. Dat is heel tof, ja. Dus we hebben één jas, daar gaan we met z'n tweeën in. Dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. Dus jij gaat op mijn schouders, denk ik. Ik denk niet dat je mij kan houden. Ik ga jou niet zeker niet kunnen houden, hè. Spiermassa voor mij. Ja, die zich omzet in vet. Oké, op je knietjes, Niels. Om hier. Je weet wat je moet doen. Hallo! Helemaal hipster, G. Dit, waarschijnlijk is dat over 4 jaar echt om. Het lijkt meer Voldemort. Ja. Fucking dooddoen. Nou, let's go. Oh, jezus! Ah, ik heb gegeten de laatste tijd. Wat een aankomen. Oh! Jezus! Kan iemand hem helpen? Ja, kom maar, kom maar. Dit is mijn sterk. Oh. Veel strakke broek aan ook. Jezus! Ah, super sorry. Ah! Oké. En go. 1, 2, 3, squat. Zo. Ja? Heb je nog het kussen? Ik heb het kussen al. Oh, waar? Hier, geef. Ik heb hem al op. Oh, je hebt het al? Zo gaan we dus proberen binnen te komen met het Stedelijk Museum. Linksaf. Oké, okay, gewoon rechtdoor. Gaat goed. Ik help je naar. Hoe lang hou je dit vol, denk je? Ja, dat is wel vol, man. Ik kan niet rustig naar lopen. Ga nu in het rijden. Oké, rustig, rustig, ja. Gaat goed, gaat goed. Rustig, 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 rustig. Ja. Gaan jullie door? Ik ga naar het museum. Ja, je mag zo niet binnen. Omdat ik te lang ben? Ja, omdat ik niet iemand onder sta. Onder mij? Ik zie niemand onder me. Oh. Oh shit. Oh, dan ga ik ergens anders proberen waar ik wel word toegelaten. Oh, Niels, pas op, pas op. Oké. Zo, discriminatie. Dit gaat de lange mensenvereniging niet leuk vinden, Niels. Dit ging niet zo heel erg lekker. Weet je? Nee, we werden meteen al opgemerkt. Althans, ik zag geen reet. Ja. Maar daar moet wel een trap op bij het volgende museum. Een trap af. Ja, oké, nou dan gaan we dat doen toch? Ik heb skitta! Poging 2. Ik ga ook zo hoog, man. Ja. Jezus. Het gaat steeds soepeler, hè? Nek, jongen, mijn nek. Ja, ik help je tillen. Wat moet je doen? Op zijn rug? Op zijn rug. Even op zijn nek. Oké, okay, je moet dit. Zo. Ja. En jij moet op zijn nek. Ja, zo. Rustig. Ja, ik heb een beetje. Jongens! Ja. Hoppa! Heb je geen hernia? Goed. Super. Dankjewel, man. Ik zou je een hand geven, maar ik vind je te laag. Dat is mijn balzak! Wat zit je in mijn ballen? Wat doe jij? Waar heb jij last van, joh? Wat zet je aan mijn ballen? Oké, we gaan hier zo meteen een beetje links naar die pot. Oké, nu een beetje doorlopen. Ja, nee, Beetje links. Ja, even kijken. Hallo. Goedendag. Ik ga hem niet worden. Oh. Je moet er even af. Ben ik te lang? Ja, nee, maar we willen weten wie eronder zit. Dus ik ga hem niet worden. En een kaartje natuurlijk. Ik heb een kaartje. Ja, die andere ook. Nee, ik moet een andere. Maar dit gaat niet gebeuren. Ik ben... Zit hier niemand? We moeten degene die zo misschien ook kunnen zien. Ja. Oké. Maar gewoon zo niet binnen, want zo. Nee. Oké, gaan we weer door. Nou, dat ging weer best wel soepel. Ik vind het raar dat mensen hier niet intrappen. Als ik zo in de spiegel kijk, dan denk ik van, hey, doet die lange knappe jonge man daar met zijn rare achterrug. Wat gaat hij mis? Ja, wat gaat hij mis? Alles gaat hij mis. Ik vind die truc heel leuk, 2 voor de prijs van 1, maar dat gaat op deze manier gewoon niet werken, joh. Je moet even een ander plan bedenken. Ja, heb jij Ocean's 11 of 12 of 13 wel eens gezien? Je hebt één zo'n Chineesje, die is super lelijk. Ja. Jij bent een beetje dun, klein. Jij moet je in een koffer gaan verstoppen, precies. Maar dan moeten we eerst een koffer zien te vinden. Nou, dan gaan we die kopen en dan gaan we die daarna weer netjes terugbrengen. Hey.
er eentje. Die pas ik niet in. Nee, dat kan niet. Nee, pas ik niet in. Hierin? Ja. Ik ben gek hoor. Zo. Beter hoor. Ja, moet ik even passen dan? Het is koffers 300 euro. Als we een bollen, dan moet ik betalen. Ja. Even passen. Oké, andere. Grote koffer. Waar zou je de allergrootste rugs, of de allergrootste koffer hier in Amsterdam kunnen kopen? Buitenveld. Top. Buitenveld. Top. Oké, okay, cool. Nou, bedankt. Ja, dit is hem. Ja. Maar hij is duur. Okay. En hij moet helemaal heel blijven. Kaartje moet er ook aan. Kaartje moet aan, anders dan kost het al een heel duur kaartje naar de dierentuin. Want daar gaan we nu heen. Denk dat het past? Ja, zo. Oh, dit wordt naar. Zo. Dan heb je hier nog genoeg ruimte om je. Ja, toch. Niet helemaal dicht doen. Ja, dat moet toch. Ik krijg geen lucht. Je krijgt geen lucht, man. God, ik zit mijn knieën in mijn rib, ouwe. Zo gaat het niet lukken. Ja. Hoofd in. Nee, ik word gek. Nee, Martijn. Nee, ik word echt net gek. 30 seconden. Ik word echt gek. Ik ben echt fucklessen, Fabi. Oh. Jezus, gozer. Ik ben hier niet voor gemaakt, gast. Nou, dit moet, ouwe. Hoe ga ik hier naar binnen komen dan? Wil je kijken dat ik naar binnen pas? Nee, natuurlijk pas jij er niet in. Maar ik pas er opeens niet in. Dit is echt niet leuk, gast. Ik wil dit niet. Ja, hoofd erin. Ja. Oh. Hey, stop. Ja. Je hebt nog heel veel ruimte. Er is genoeg licht. Er is genoeg licht. Hier, we kunnen je gewoon nog zien. Tot hier, ik moet naar buiten kunnen kijken, jongens. Ja. Stop. Nou, daar gaan we. Oké, we gaan gewoon, ja? Heidek. Goedendag. Ja, top. Dank u. Dag. Oh. Oké, kom maar uit. Snel. Hoppa! Zo, dat was een zieke bed, hè? Zo gelukt. Oké, net als er niks aan de hand is, kom, gaan we leeuwtjes kijken. Yeah. Laten we eens kijken. Oh, flamingo's. Zo, ga eens zien. Dat is echt mijn worst nightmare, dit. Opgesloten in een koffer. Dat is eigenlijk zo. Goeie, het is zo gelukt, ouwe. Twee voor de prijs 21 euro bespaard. Boom! Zo, dit was hem weer, hè? Ja, Donald Duck was een leugenaar. Kan helemaal niet. Nee, het kan helemaal niet, man. Je kan helemaal niet met twee man als één naar binnen. Kan alleen in tekenfilms. Ja, was dat een tekenfilm? Oh, het was ook een tekenfilm. Goed, anyway, we zijn wel gewoon gratis de dierentuin ingekomen. Jij als een soort bodybag, a.k.a. lijk. Angst overwonnen voor de tweede keer in mijn leven. Ja, vet, man. Tof. Ik denk dat de kijkers dat ook heel stoer voor jou vinden. Doe een duimpje omhoog als je vindt dat Martijn echt een stoere boy is. En comment ook gewoon even als je denkt, hey, die Niels is ook wel een lekkere gozer. En abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Ja, en volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Mazzel. Joost, wil je ook nog wat zeggen? Joost. Waar is je? Oh, de apen zijn daar.